Joost, na de NetBank Challenge, je laatste toernooi in 2014, heb je 6 weken vrij gehad. Is dat genoeg om nu weer fris aan de start van het nieuwe seizoen te beginnen? Nou, ik heb geen 6 weken vakantie gehad. Ik ben 2 weken op vakantie geweest. Daarvoor heb ik in december veel aandacht besteed aan het fysieke gedeelte. Dus ik heb elke dag ben ik in de sportschool geweest en met mijn fysio aan de slag geweest om eigenlijk het fysieke gedeelte te verbeteren. En daarnaast had je veel verplichtingen met sponsors, media, pers. Dus het lijkt alsof je 6 weken geen toernooi hebt voor de buitenwereld. Maar eigenlijk zijn dat drukkere periodes dan dat je aan het spelen bent. Maar ik ben lekker 2 weken op vakantie geweest in begin januari. En dat was ook echt wel even nodig. En nu zijn we er gewoon weer helemaal klaar voor om het nieuwe jaar te beginnen. En daar kijken we erg naar uit. We zijn in Dubai, Jumeirah. Nou, bekende plek voor jou natuurlijk. Het slottoernooi van de Tour wordt hier ieder jaar gespeeld. Waarom hier naartoe gegaan als voorbereiding? Ja goed, het weer in Nederland is gewoon dramatisch als profgolfer natuurlijk. En natuurlijk kan je in Nederland wel wat op de drijver eens doen en daar een beetje aan je techniek werken. Maar goed, dat houdt dan na 2 uurtjes op een dag houdt dat dan ook wel op. Want je kan niet 5, 6, 7 uur ballen slaan per dag. Dat heeft ook helemaal geen zin. Dus dan moet je een keuze maken van we gaan voorbereiden in Dubai. En hier heb je goede greens, goed weer. Goede oefenfaciliteiten. Ja, dan kan je gewoon een week op je gemakje voorbereiden en echt in vorm komen. En daarnaast zit je hier in het weer en de omstandigheden waar je ook je toernooi speelt. En in Nederland sta je met 4, 5 lagen kleding aan. Bevroren handen, geen gevoel. Ja, heeft dat zin om daar dan nog heel veel tijd te besteden? Nou, dan zit ik liever hier. Dubai Desert Classic wordt je eerste toernooi van 2015. Ben je klaar voor zo'n toernooi of moet je toch nog in een ritme gaan komen? Nou, goed, ik heb natuurlijk een week of 5, 6 geen ballen geslagen. Dus je moet wel weer even inkomen. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg. En ik hoop dat de vorm er gelijk is. Maar ja, als die er niet is in Dubai, is dat ook niet gelijk dat er paniek is. Ik weet dat het eerste toernooi van het jaar is. Ja, dat kan goed gaan, dat kan slecht gaan. Ik heb vorig jaar mijn eerste toernooi goed gespeeld in Zuid-Afrika. Word je gelijk derde. Dus ik hoop dat ik gelijk die goede vorm te pakken heb. En ik moet zeggen dat ik, ondanks dat ik er een tijdje uit ben geweest, dat het gewoon heel lekker voelt en weer erg leuk is om op de baan te staan.